In de nacht van 2 op 3 juni gaat de luchthaven Schiphol over van decentrale security non-Schengen naar centrale security non-Schengen. Voor de reiziger betekent dat ze een prettiger proces kunnen ondergaan. Achter mij zie je de nieuwe security filters, dat is gewoon echt een enorme verbetering. En de reiziger zal uiteindelijk, wanneer ze door het security proces gegaan zijn, de tijd voor zichzelf hebben om maximaal te genieten van de luchthaven Schiphol. De voorbije periode heeft dat heel veel aan voorbereiding gevergd. Losstaan van 2 jaar lang bouw, 1,5 miljoen manuren zijn erin gestoken. Om de aankomende van de vertrekkende passagiersstroom te scheiden, hebben we een verdieping bovenop de luchthaven moeten bouwen om die stroom op die manier te kunnen scheiden. Er is 40.000 vierkante meter bijgekomen. Dat hebben we op de E-pier, op de F-pier en op de G-pier gedaan. We hebben het transfergebouw gebouwd, de gatehuizen en hier achter ons de vertrekfilters, 2 stuks bij vertrek 2 en 3. We gaan het hele terminalgebouw clean sweepen en dan zijn we op 5 uur 's ochtends klaar voor de nieuwe operatie. De clean sweep houdt in dat wij vannacht volgens een vooropgesteld plan het hele gebied, het hele niet-Schengen gebied, zeg maar, gaan doorzoeken op verboden voorwerpen. En dat zijn eigenlijk dezelfde verboden voorwerpen die je dus ook niet aan boord mee mag nemen. De clean sweep wordt uitgevoerd door onder andere de Marechaussee, in samenwerking met de NCTV, Schiphol Security, de beveiligingsbedrijven uiteraard, want die voeren het uit namens ons. Diverse onderdelen die eigenlijk allemaal gecheckt moeten worden in de terminals. Er kunnen de balies zijn, maar ook de winkels. En dan moet je denken aan elk laadje, elk kastje enzovoort. Dus alles wat zich, zeg maar, in het niet-Schengen deel bevindt, moet ook gecheckt worden. De G-pier is dit stuk nu ook geklinkt. Dit is de F-pier? F-pier? Ja. En op die manier konden ze ook zien inderdaad ook hoe de cleaning plaatsvond, clean sweep. Ja. We hebben zojuist bericht gekregen dat de clean sweep is afgerond en dat de gebieden die veilig verklaard moesten worden dat nu ook zijn. En dat kunnen we nu feitelijk officieel bekrachten door het teken van deze verklaring. Gefeliciteerd. Dat is goed. Ja, ja, klopt. Gefeliciteerd. Fantastisch. 1-2? Ja. 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 Mag ik u als eerste uitnodigen? Oké. Ik ben hartstikke trots. Dit project zijn we met een heel veel partijen, heel veel Schipholders, maar ook anderen die erbij betrokken zijn, de airlines, de afhandelaren, de Koninklijke Marechaussee, de NCTV, de douane, zijn we dit proces begonnen. En vandaag is het 3 juni 2015. En het werkt gewoon. Dat is zoals we het doen op Schiphol. Samenwerking in dit soort projecten is essentieel en het is ook ontzettend goed gegaan. Dit moet je echt samen doen met heel veel partijen. Schiphol natuurlijk een heel voorname partij, KLM denk ik als grootste gebruiker ook. Maar ook heel veel partijen daaromheen en die samenwerking is uitermate goed gegaan. We zijn overgegaan op centrale security, dus dat is gelukt. De bouwwerkzaamheden zijn nog niet helemaal klaar. Dus dat betekent dat we hier en daar het komende jaar nog wat overlast zullen opleveren, wat geduld van de passagiers zullen vragen. Maar straks wordt het er allemaal heel erg beter op. En dat beloof ik.